Dit is de eerste Amsterdamse babysteenmarter ooit. Nog geen 6 weken oud. Hij viel onlangs van het plafond in een manege in het Schinkelbos. 1,8 meter in de paardenbak. En hij lag er voor dood bij. Maar het beestje overleeft en verblijft in de toevlucht in Zuidoost. Naar schatting leven er zo 20 martens in de stad. De stadsecoloog legt ze op camera vast. Een hoop erop. Nou, wat we dan doen, die camera die reageert op beweging en op warmte. Hè. Dus 's nachts doen we op 2 meter afstand van de cameraval doen we dan een blikje sardines. En daar komen ze op af? Ja, de geur, hè. En op die manier worden ze in het bos gespot. De martens zitten ook steeds vaker in de stad, zoals hier in West. Wat de fuck is dat? Die steenmartens, ja, dat zijn van die figuren die willen graag meereizen met een auto. Of in een caravan als je ergens hebt gestaan in zo'n gebied. En dan komen ze vanzelf in zo'n grote stad terecht. Dus dan zie je dat het leefgebied uitbreidt. Hè? Dus vanuit het oosten komen ze steeds meer deze kant op. Dat klinkt misschien leuk als je deze zo ziet. Maar martens kunnen ook voor flink wat overlast zorgen. Ze kruipen onder je motorkap om daar de kabeltjes door te knagen. En dat heeft te maken dat die kabeltjes die zijn vaak gemaakt van visolie, die omhulsels. En dat trekt die martens aan. Het is zo, in gebieden waar veel steenmartens voorkomen, kan je aparte verzekeringen laten afsluiten. Want als je ze in je huis hebt, zo'n gezin, ze slopen je hele zolder. Dus we moeten eigenlijk helemaal niet zo blij met ze zijn dat ze naar Amsterdam komen. Ja, wel joh. Dat zal niet zo heel vaak gebeuren. En het zijn vaak Duitse auto's, hè? Duitse merken die gepakt worden. Dus nee, ik ben wel blij met ze.